ongeveer 20 minuten geleden hoorden we opeens verschrikkelijk bulderend geluid. Iedereen rende naar buiten en wij zagen gewoon de zinkplaten in de lucht vliegen. En dat zijn zinkplaten van Huize Margriet zelf? De Huize Margriet van de zorgafdeling. Waar de mensen dus echt in bed liggen en verzorging nodig hebben. En nu is er een groot probleem, want het wordt donker. Het gaat regenen, dus wij zijn nu bezig alle mensen in de recreatiezaal te brengen in afwachting op NCCR. We hebben gebeld voor hulp. Oké, maar niemand is gewond geraakt die daar in de zorgafdeling lag? Amen, niemand is gewond geraakt. Het is rusttijd, dus iedereen was in zijn huisje. Oké, maar om een beeld te krijgen, hoe groot is dat gedeelte van de zorgruimte ongeveer? Nou, het zijn twee gebouwen waar 18 mensen wonen. En daar is bij de ene het hele dak weg en bij de andere de helft van het dak.